Voor die tijd zijn die koppelingen allemaal al losgedraaid. We staan hier vandaag op Keifhoek. Dat is eigenlijk een rangeerterrein of een sorteerterrein van goederenwagons. Het is een open dag. En onze buren, dus mensen die er in de omgeving wonen, mochten vandaag komen kijken. Nou, het is ook nog eens een keer dat dit jaar de trein 175 jaar door Nederland rijdt. We organiseren in het kader daarvan heel veel activiteiten, waaronder dus deze open dag vandaag. Nou, ik ben hier vandaag omdat het treinen mijn hobby zijn. En Keifhoek is natuurlijk wel bijzonder. Het is een buitenkansje om even te kijken natuurlijk. Indrukwekkend natuurlijk, die locomotieven. Het is, ja, als je dat geweld ziet, dat is toch wel fenomenaal, ja. Kijk, dit treingebied is ongelooflijk belangrijk voor het goederenvervoer in Nederland. Maar zeker ook voor Rotterdam. We hebben daar natuurlijk een gigantische haven. En hier wordt eigenlijk al het goederenvervoer voorbereid om te kunnen worden verscheept. Ik woon zeker niet in de buurt, ik woon in Soest. Maar je had het ervoor over. Absoluut. Om het zo maar eens even tussen de rails te lopen, is toch wel leuk. Ja, ja.